Wim Kieft was er vanavond niet, hè? Die was thuis. Die had tegen, waar was hij tegen aangelopen? Ja, hij was ergens tegen aangelopen en gevallen. Maar Kees Jansma die had foto's van hem. En dat zag er lelijk uit. Een blauw oog, begreep ik enzovoort. Ik godverdomme of dat die Raymond Bonjels hier tegengekomen nee, was. Nee, ik dacht dat hij in zo'n kooi had gevochten of zo. Hersenschudding en zo. Maar ja, eerst dachten ze nog die kobbel van 88, ja. Maar dat was het ook niet. Nee, het was terecht dat hij ergens tegen aangelopen was. Nee, maar hij, in ieder geval, hij was dusdanig vermengd dat hij niet op tv kan. Ja. Maar toen zaten Aad en de Kees er. Nou, gemiddelde leeftijd, waar zit je dan op? 140. 140, ja. Ja. En dan is het wel leuk, heb je Aad en Kees allebei uit Den Haag... en die kennen elkaar goed en dan komt er natuurlijk een anekdote voorbij. Ja. Ik heb Aad daar bezocht. Ook nog een keer met Wim Kieft samen trouwens. Zeker de wereldbeker toen. Ja, we hebben toen samen gegeten en Aad zei toen dat hij naar huis moest... om 10:30. Wim en ik zijn nog even doorgegaan. Ik ben toen naar mijn hotelkamer gegaan, maar bij de receptie kreeg ik niet meer mijn sleutel. Mm-hmm. Want mijn kamer was al bezet. Door. Toen heb ik heel boos een reservesleutel geëist. En toen kwam ik op mijn kamer en toen lag Aad geheel ontbloot in mijn bed te snurken. Het zijn van die pijnlijke herinneringen waar je nooit meer vanaf komt. Maar wat is gekker, dat hij daar bloot ligt of dat hij in jouw bed ligt? Beide. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Ja. Nou, dat is een anekdote. Ja, ze zijn wel veel grappiger dan wij. Dat zouden wij niet doen, dat soort vakkenverhalen. Nee, maar dat platte, dat ligt ons niet. Nee, ik snap het ook niet helemaal waarom dat gebeurt. Nee, dat zijn ik ben wel eens met die Aad de Mos heel Europa door geweest. En Aad is een aardige gozer, maar die had zo'n maniertje van praten. Weet je wel, toen kwamen we bij die Menotti, die coach. Die had van die grote voeten. En dan stootte Aad maar en zei... zou die een beetje grote voeten hebben. Maar dat ging de hele dag door. Dan zaten we bij een wedstrijd en een mooie actie. Hey, zou die een beetje kunnen voetballen? Weet je, oh, daar ben je helemaal dan gek het Haagse, van. Het Haagse toontje van. Ja, verschrikkelijk was dat. Dat heb ik toen allemaal zo opgeschreven. Dat heeft hij nooit meer gedaan. Nee? Ja, het is een wereldgozer. Ja, dat is echt een wereldgozer. En een ontzettende voetballiefhebber. Ja. Kijk, dat is een jongen die staat bij alle jeugd te kijken. Bij tweede elftal, die is overal bij. Ja.